God Okari. My best is yet to come. Bijbel zegt het zo mooi. Het zijn de gunst bewezen des Heren dat we niet zijn omgekomen. Het is niet wat je denkt, hoeft het te zijn. Je moet zich onderwerpen aan de baas boven alle baas. Ten slotte te alle de problemen, boom om met je. Vele van ons, zonder dat we het doorhebben, gewoon leven in een kringloop. Dat we een ego vooruit. We beginnen aan een systeem. We doen zoveel moeite. Sommige mensen doen business, huwelijken. Maar tenslotte komen ze precies waar ze zijn begonnen. Vrouw, chingwe, business, alles aan. Dus iets wordt verkeerd gedaan. Of iets is verkeerd verstaan. Of iets is verkeerd begrepen. Begrijp je? Hoe komt dat? Dat komt omdat veel mensen niet begrijpen dat je niet zomaar leeft. Maar dat we God dienen die in de hemel en de aarde is. En die aarde en die hemel geschapen heeft. En niks zonder een plan doet of een doel. Alles wat God doet, heeft hij een plan. De Bijbel eigenlijk doet ons verbaasd staan soms. Over dingen die God geschreven heeft. Of vaak. Ik moet zeggen vaak. De eerste keer dat ik hoorde dat God de mens heeft geschapen of het plan voor de mens heeft bedacht voor de grondlegging der wereld. Verstaan je boek? Voor de grondlegging der wereld. Voor de grond. Dus voordat u ooit de aarde had gemaakt en de hemel en de dieren en de zon en het licht, alles had u mij al in gedachten. Had u alle plan met mij. Dus God is een geweldige architect, designer, noem maar op. Creator. Dus hij doet geen dingen zomaar. Het enige probleem wat ik persoonlijk heb, is dat God ons een vrije wil heeft gegeven. Omdat die vrije wil van ons soms niet wil gaan de richting van God. Maar wil gaan onze eigen richting. Dus dat eigenlijk moeilijk kiezen, Gimme. Zo lees je berekent. Beter kan je meekoe dat we allemaal automatisch het doen zouden. Maar God is niet zo. Dus dat is zijn soevereine macht en wil en kracht. En majesteit, noem het zoals je het wil. Maar in ieder geval, feit is dat hij een plan heeft. Feit is dat hij een doel heeft. Feit is dat niemand die op aarde gekomen is, zomaar gekomen is om zomaar rond te lopen. Maar u bent gekomen omdat God een specifiek, alles wat ik specifiek, een specifiek plan heeft voor u persoonlijk. En dat is belangrijk. Als u dat soort dingen gaat verstaan, inzichten begint te krijgen in dit soort dingen, dat Amin en Libi zomaar, maar God op een plan, God op een doel. Maar God is ook eigenaardig. Wanneer hij het plan en doel nu heeft, dan heeft hij iets dat je verwonderd van staat. Hij communiceert. Alles wat hij communiceert. Hij communiceert het plan naar jou toe. Hij zorgt ervoor dat je op een of andere manier hoort dat hij een plan en een doel heeft met jouw leven. Wij noemen het volgens de Bijbelse woorden. Hij geeft ons het evangelie van Jezus Christus. Zijn blijde boodschap voor de mensheid. Niet alleen de mensheid in het algemeen, maar voor u ook als individu. De Bijbel zegt in Amos 3, vers 6 tot 8, wordt de bazuin in de stad geblazen zonder dat de inwoners opschrikken. Geschiet er een ramp in een stad zonder dat de Heere die bewerkt. Ik lees uit Amos 3, 6. Voorzeker, de Heere doet geen ding of hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. De leeuw heeft gebruld,
wie zou niet vrezen? De Heere heeft gesproken, wie zou niet profeteren? Je ziet een concept of een principe die God gebruikt. De Bijbel zegt, er wordt geen bazuin geblazen en de inwoners zouden niet dat opmerken, want daar gaat het om. Ze zouden niet opschrikken. Zo zal er ook geen ramp in een stad geschieden of God heeft geen kennis ervan. Als het nu heet tsunami, als het nu heet aardbeving, als het nu heet een of andere epidemie. God is van alles op de hoogte, want hij heeft de aarde geschapen, hij heeft het gecreëerd. Mag ik een amen horen? Dus alles wat er gebeurt, God heeft nog steeds alles onder controle. Maar de Heer heeft gezegd, alles doet hij door zijn knechten, de profeten. Wat wij gedaan hebben, wij hebben profeten vertaald als te zijn mensen die, hoe moet ik dat, alleen in een bepaald concept. Want terwijl ik predik, denk ik nou hoe ik het moet uitleggen. Als ze voldoen aan een bepaald concept, dan zijn ze profeten. Maar dat is niet altijd waar. Want God heeft Abraham een profeet genoemd. God heeft Mozes een profeet genoemd. Een vriend van me zei verleden tegen mij dat er staat geschreven in Hosea, door de hand van een profeet heeft God de Israëlieten uit Egypte geleid. En die profeet was Mozes. Dus een profeet is niet altijd zo als wij dat zien in onze synoniemen en definities. Maar wat wel duidelijk is, één ding gaat duidelijk zijn wanneer je praat over een profeet, is een man die God zijn stem verstaat en die met God communiceert en God communiceert met hem. Is iemand die God apart gezet heeft en God vertelt hem over zijn plannen, zijn doelen voor de mensheid. En die man of die vrouw komt terug en maakt dat bekend aan mensen. Het zij nu algemeen door prediking of het zij door een individuele profetie. Ik kan mezelf een profeet noemen. Als ik elke week hier sta en u mededeel wat God mij heeft medegedeeld. Begrijpt u wat God gezegd heeft dat ik tegen u moet zeggen? Is dat ook een vorm van profetie? Is dat ook een vorm van dat jij bent een profeet? Maar we begrijpen, de Bijbel zegt ook diezelfde God, dat God gegeven heeft het ambt van profeet. Dat is weer iets anders. Daar zie je duidelijk dat deze man, dit is zijn roeping, dit is zijn ambt, profeet, apostel, leraar, die vijfvoudige bedoeling noemende dat, noem maar op, herder. Begrijp je? Maar God kan profetisch spreken tot mensen en hij kan ieder gebruiken. Is dat duidelijk? Amen? Dus God wil zijn doelen aan de mensheid altijd communiceren. Altijd communiceren. En God heeft mij vanmorgen gezegd, zegt Steven, weet je wat het probleem is? Al ga je die mensen vertellen dat ik een plan en een doel heb, maar als zij mij niet toelaten door mijn dienstknechten, de profeten, om het plan en het doel te communiceren aan hun, begrijp je, gaan ze het toch niet verstaan, gaat het ook nooit lukken om het plan en het doel te vervullen. Dus, zegt hij, het probleem is waarom de meeste mensen niet komen in een plan en een doel, is omdat ze niet naar me luisteren. Ze luisteren niet naar mijn communicatie. En ze communiceren ook niet met mij. En als ik probeer te communiceren met hun, dan luisteren ze niet met mij. Naar mij. Ik zeg, oké. Hoe dan? Leg me uit, vader. De hele Bijbel door. En tot heden. Vanaf de dag dat Mozes de eerste vijf boeken heeft geschreven van de Bijbel. Wat probeert God te doen? Communiceren. Hij probeert met u te praten. Hij probeert u richtlijnen te geven. Hij probeert u te brengen op de plaats hoe u moet leven. Hoe u geld moet investeren. Hoe u moet omgaan met hem. En hoe u moet omgaan met uw medemens. Maar hebt u niet gemerkt dat wij allemaal, vrijwel allemaal, zeggen, no me it doing from money. Dat betekent, je hebt niet geluisterd. Iemand heeft gezegd, de grootste illusie
die je kan hebben als wij praten over communiceren, is wanneer je denkt dat je gecommuniceerd hebt en later blijkt dat er toch geen communicatie heeft plaatsgevonden. De grootste illusie die je kan hebben wanneer wij kijken naar het begrip communiceren of communicatie, is wanneer je denkt dat je gecommuniceerd hebt terwijl er geen communicatie heeft plaatsgevonden. Apostel de moeilijk hoe, leg was dan goed uit. Soms praat je met iemand en je accesma, heb je me verstaan? Heb je me begrepen? Ja, apostel. Maar 5 minuten als mij doe heer trassan, dat betekent als man een verstaan, als man een begrijp. Dan nog erbij als man, maar de apostel heeft me gezegd dat ik dit moest doen. En dat met je. Je hebt het niet verstaan. Dus wat gebeurt er? Het gebeurt dat bij communicatie, dat wij vaak niet de intentie hebben om te luisteren. Maar bij communicatie, zeker als het gaat op het gebied van luisteren, hebben we de intentie om te luisteren om direct een antwoord te geven. Maar niet te luisteren om te verstaan. Is iemand met mij? Hoeveel van ons, de ons mij takken aan nu, voor ons mijn bataki, upikimba, of waminu atimba, mi dat opicheng, mi sabipa, mi sapego. Er heeft geen communicatie plaatsgevonden. De kracht van luisteren heeft te maken dat je gaat luisteren om te verstaan wat God, wat je man, wat je moeder, je vader, wat je baas, je meerdere functie, probeert te zeggen tegen jou. Maar hoe vaak, Rijmen, je moet naar Limapo voor me gaan, omdat denk je, ay baas, misabiba. Man, dat me bedoel. Aan goeie go voor leveren, want kwitantie af voor de man teken. Dit lees me zin, ik of iets jou, een cadeau gee aan bedrijf. Een relatie cadeau. Met dat, oké, sorry baas. Zie je, omdat wij vaak geneigd zijn om bij communicatie en zeker het aspect luisteren, eerst te replyen al voor we verstaan. Eerst te antwoorden al voor we verstaan wat God gezegd heeft, wat onze baas gezegd heeft, wat onze moeder gezegd heeft, of degene die met ons communiceert. Waardoor het dan heel moeilijk is om te komen in ons doel, ons plan, ons purpose. Want daar gaat het eigenlijk om. Als je leeft en je kan niet verstaan, en ik heb u geleerd, en de Heer heeft het op mijn hart gelegd om dat steeds te blijven herhalen. Als u niet geleerd hebt wie u bent, dat is de eerste vraag. Dat u bent een kind gemaakt, een kind van God, gemaakt naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Met andere woorden, wie is dit takkie takroelik tjesjesie? Als je luistert naar die communicatie en het accepteert, ga je beginnen te kijken in een spiegel en zeggen, ay, mijn tjesjes werkelijk. Wie heeft het gezocht? Jij hebt het gezocht. Want God heeft gezegd, ik heb je gemaakt naar mijn beeld en mijn gelijkenis. Dus u bent prachtig en wonderbaar en geweldig toebereid door de Heer. Kunnen we de Heer daarvoor een applaus geven? Maar wat doen wij? We luisteren niet naar God. We zijn gauw geneigd om te luisteren naar negatieve communicatie. Waardoor wij het doel waarvoor we bestaan zijn, gekomen zijn op aarde, missen. Het doel van de mensheid is heel belangrijk om te verstaan. Elk van u die hier zit en die luistert via radio, televisie, internet, YouTube, naar mij. De Bijbel zegt duidelijk dat God gezegd heeft in Genesis 1 vers 26. Laat ons mensen maken naar ons beeld. Als onze gelijkenis. Waarom? Opdat zij heersen over de vissen der zee. En over het gevogelte des hemels. En over het vee. En over de gehele aarde. En over al het kruipige dierte. Dat op aarde gemaakt. Dat op aarde kruipt. 27 zegt. En God schiep de mens. Hoe? Hoe schiep hij u? Naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Wie? Wie? Man en vrouw. Met andere woorden. Wanneer God u geschapen heeft. Zijn beeld en gelijkenis heeft het te maken dat God, en als hij op aarde komt, komt hij ook in de vorm van een mens. Niet in de vorm van een aap, of een leeuw, of wat dan ook. Hij komt in de vorm van een mens.
Als je de Bijbel gaat bestuderen, dan zal je zien voordat wij ooit op aarde waren, voordat er ooit een mens geschapen wordt. Als je teruggaat in Openbaring en Daniël, dan zie je als men teruggaat in de voortijd, in de hemel, dan zie je dat iets als te zijn een mensenzoon voor de troon van God was. Dus God, wanneer God zegt dat hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis, had hij al het idee of had hij al gepland dat Jezus zou zijn zoals wij zijn vandaag. Amen? Een mens. Wat heeft God bedoeld? Wat bedoelt God met gelijkenis en beeld? Niet alleen in vorm zouden we zijn als hem, maar ook in karaktereigenschappen zouden we zijn als hem. We zouden zijn karakterseigenschappen hebben. We zouden zijn attitude hebben. We zouden zijn, met een theologisch woord gezegd, zijn natuur hebben. We zouden zijn gezindheid hebben. Amen. Dus dit soort dingen zijn belangrijk dat u dat gaat begrijpen. Dus God heeft dat al gecommuniceerd naar ons. Dat het doel waarom hij ons geschapen heeft, is om te regeren over alles wat op aarde heerst. Het zij slang, dames. Het zij kakkerlakken, dames. Het zij kikkers, jonge dames. Je hebt macht over die dingen. Amen. We praten over het origineel plan van God. Het zij camerawindjes, dames. Ja, God heeft u macht gegeven. Het zijn muisjes. Heren. Begin maar met je job. Ja, God heeft u macht gegeven. Over die dingen. Begin maar. Hij tegen vrouw. Kan jij die rat doodmaken? Boy. Je hebt macht over die rat. Een slang kan ik begrijpen, maar Alata Mikado. Begrijp je? Dus God heeft ons macht gegeven, maar God was niet daar gebleven. God wist dat er ook een gevallen engel was, genaamd Lucifer en een aantal demonen. Dus God had zijn gezindheid in ons gezet. Dat was God's purpose. Dat wij ook de duivel zouden overwinnen en ook over hem zouden heersen. Amen. En zelf in die zondeval heeft hij tegen Kain gezegd dat de zonde staat als een belager voor uw deur, van uw hart. Maar u moet over hem heersen. Oké, u weet wat er allemaal gebeurd is. Daar gaat het allemaal niet om vandaag. Belangrijk is dat u begrijpt dat purpose van God is dat u in de overwinning bent. Purpose van God is dat u dominion hebt. Purpose van God is dat u het hoofd zal zijn en niet de staart. Purpose van God is dat u zijn glorie zou zijn op aarde. Amen. En God, u weet dingen zijn misgegaan, heeft toegezegd, oké, het is misgegaan. Het is misgegaan met Israël. Maar ik ga toch iemand uit Israël gebruiken. Dat is Jezus Christus, om de heidenen ook te brengen in mijn herstelde purpose. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dus God heeft dan toegestaan dat door Jezus Christus wij allemaal kunnen komen in onze bestemming. Onze purpose waarvoor hij ons heeft geschapen. Ik heb u uitgelegd de vorige week. Een ijzer is niet om anderen te slaan op te branden. Maar een ijzer is om uw kleren in shape te brengen. In vorm te brengen. Ik vind het een Japanese lobby etriki zo. Een trauma etriki zo. Dus hoe je wilt strijken maakt niet uit zolang het gestreken is. Amen. Amen. Ik strijk ook zo hoor. Dat is makkelijk. Want als alleen kromp zien, zo, allemaal zie je dat we in een sap trikken. Dus mijn trik is zo. Amen. Pastor Lon, volgens mij strijk wel zo aan mensen de lijn. Amen. Dus, dat is het doel van een ijzer. Een microfoon, wat is zijn purpose? Om mijn stemvolume te verhogen. Amen. Doet de microfoon zijn werk? Absoluut. Wanneer hij zijn werk niet meer doet, abroko. Of een schakel uit. Doet u uw werk? Doet de mensheid zijn werk? Want als de mensheid werkelijk deed wat God wou hebben, was de wereld niet in zo'n puinhoop. Was de wereld anders. Maar prijs God. God is toch bezig de mensheid
te herstellen. En hoe doet hij dat? Want daar gaat het nu om. God probeert door communicatie steeds de mensen te zeggen, dit is mijn purpose, dit is mijn plan, dit is mijn doel. Maar veel mensen verstaan communicatie niet. Wat belangrijk is, wanneer God deelt met mensen, heeft hij geen aanzien des persoons. Een mens van God maakt niet uit wat voor etniciteit je hebt, wat voor achtergrond je hebt. God wil hebben dat alle mensen behouden worden. Dat is God zijn communicatie altijd geweest. Hij heeft niet alleen gezegd, ik wil Israël behouden. Hij heeft ook gezegd, ik wil ook de heidenen behouden. God is geen God van Blakamans, van Bakras, van Jan Panesis, van Joden. Hij is een God die de hemel en aarde geschapen heeft. Hij heeft zich wel eerst geopenbaard aan Abraham. Om zijn plan en zijn doel te communiceren aan de wereld. En hij is van Abraham gegaan naar Jacob. Naar Isaac. En dan naar Jacob. En dan door profeten door het land Israël. En hij is doorgegaan met Jezus de Christus. En doorgegaan vandaag met de kerk. De kerk moet Gods plan communiceren aan de hele wereld. Anders komt de mensheid niet in zijn doel en zijn purpose. Wat is er gaan gebeuren? Dit is heel belangrijk. Als de duivel al dit soort dingen weet voor ons. En begrijpt dat de enige manier hoe je iemand in zijn purpose kan brengen. Is door met de persoon te blijven communiceren. Wat gaat de duivel doen? Hij heeft vanaf dag 1. Of ik kan niet zeggen dag 1. Want we weten niet hoe lang het paradijs was. Maar laten we zeggen vanaf in het begin. Het moment God de mens heeft geschapen. Adam en Eva. Wat was God doel? Om met hun te communiceren. Zodat ze hun bestemming konden bereiken. Ik ga u vandaag een paar dingen zeggen die heel eenvoudig zijn. Maar waarschijnlijk niet hebt nagedacht daarover. Hij had een relatie. Met Adam en Eva. En zolang de relatie er was. Hebben we gelezen dat Adam bezig was zijn purpose te vervullen. Adam schiep. Wij praten alleen over de negatieve dingen van Adam en Eva. Dat zomaar denk ik aan mijn apra. Die dit hoe die naar rommel omdenkt. Maar voordat dat heeft plaatsgevonden, heeft Adam nog steeds alle dieren namen gegeven. Hij heeft nog steeds een bepaald deel van zijn purpose kunnen vervullen op aarde. Hij heeft alles kunnen doen wat hij moest doen. Hij heeft niet alles helemaal kunnen doen, maar in ieder geval tot voor de zonde wat God hem had opgedragen. Maar wat was het plan van Satan? Satan wist, als ik communicatie, en hier moet u goed opletten, kan stoppen of miscommunicatie of ruis kan brengen tussen God en de mens, zullen ze nooit in hun purpose komen. Was maar dan aan mij. Begrijp je waar ik ga? Ik kom straks op ons niveau. We nemen gewoon het paradijs. Het doel van Satan was dat de mensen niet meer met God zouden communiceren, Adam en Eva. Maar dat ze met hem zouden communiceren, de vader van leugen en van moord en van alles. Dus ze moesten niet meer communiceren met hun schepper, die wel een purpose voor hun had. Maar zijn doel was, en hij is begonnen met Eva, is om die communicatie die Eva had met haar schepper en met haar priester Adam te brengen naar hem toe. Actie was Begrijp je waar ik ga? Hoe noemt men dat zo mooi? In het Bijbel. In de Bijbel heb je zo mooi staan hier. Mooi staan Bijbel, Abi. Wie met? Pastor Lont, je hebt me preek. Want je hebt dit aan die zee. Pek omgaat wat ermee besmet. Dat is niet Bijbel. Wie? Pek omgaat wat ermee besmet. Goede. Zedenbederf zegt het. Oké. Slechte zeden bederf goede gewoonten. Slechte zeden
Bederf goede gewoonten. Let me give you the picture. If je bemoeit met God, like suma yode. What's my talking about? Als je bemoeit met God, als wie zou je zijn? Laat me het woord anders. Als je communiceert met God, als wie zou je doen, als wie zou je zijn? U gelooft het niet. Wie gelooft het wel? Oké, dan pik je me. Als ik omga met God, als wie zal ik doen en als wie zal ik praten? Als God, oké. Maar als ik omga met de duivel, als wie zal ik doen? Je depende. Access me zit, dan ga je zomaar je takkie. Look what trust my tak, no pas tegen, want trust my, no pas me begrijp je, want me sap zomaar naar je mati. Begrijp je wat ik bedoel? Dus, mensen, dit is niet iets dat ik heb voorbereid. Laat me eerlijk zijn. Mi wiki maand en gado tak go tegi ding. Dat if de wan bereik den doel, de tak aan mi. Want if de tak aan tras ma, na doel dat do bereik. En dan begon hij me dingen uit te leggen. En ik zei, wauw. Weet u waarom uw kinderen niet komen op de plaats waar u wilt dat ze moeten zijn? U bent gestopt om met hen te communiceren. Laat me iets voor u lezen, dan gaat u het beter begrijpen. Ik wil het niet moeilijk doen. Ik wil het niet moeilijk doen, maar ik wil toch hebben dat u gaat begrijpen. Communication, goed luisteren, is the lifeline of any relationship. Without it, the relationship will starve to its death. Laat me het vertalen. Communicatie is, kan je zeggen, de benzine, bloed, noem maar eens, de kracht voor elke relatie. Het moment dat je stopt met praten, is zo een relatie gedoemd om te sterven. Dus als u niet meer tot uw kinderen praat, want trust me, dat kan ding. En je moet in je hoofd hebben, aman dat abe egi doel, egi purpose. En als we zouden kijken naar jonge mensen, in doel naar een purpose, dan misbruik dit sma. Dus daarom zijn ouders verplicht om te praten totdat je gezien hebt dat communicatie heeft plaatsgevonden. Papa, nee, weer me in de tantaki. Dus wat doet Satan? Satan weet dat als hij ruis kan brengen in die communicatie tussen God en de mens. Als hij de mens naar God toe en God naar de mens mond dood kan maken, kan je nooit je purpose en je doel bereiken. Hoeveel van ons, als we eerlijk zijn, hebben ons doel, laten we een heel eenvoudig doel, op het gebied van studie niet bereikt omdat we niet luisterden naar onze ouders en onze leerkrachten. Op je aan in afstand die plek echt te man in een bereiking. Dus je moet de tenminste meester. Of tenminste je vrouw. Of tenminste je op een diploma. Maar je luisterde naar je vrienden. Je luisterde naar die jongen die je vertelde hoe een geweldig iets hij van je gaat maken. Dat je IT-ching, spoorloos. De ptien is afstreef, zo maar een pa. Want je schaamt je om te zeggen dat na ellendeling zal make you. Je wil niet hebben dat ze blijven communiceren met hem. Anders gaan ze ook dezelfde weg opgaan. We hebben niet geluisterd. En ik zeg dit niet om te verwijten. Ik probeer een point te maken. Dat als wij stoppen om te communiceren met onze kinderen, zijn ze gedoemd om nooit en te nimmer in hun purpose te komen. Want dat heeft Satan gedaan aan het begin. Hij is begonnen met miscommunicatie en ruis. Hij heeft gezegd, God heeft zeker gezegd. En Eva is erin getrapt en heeft de leugen erbij gehaald. Dus hij begon
wat God gezegd heeft, helemaal, hij bracht verwarring. Amapoto alleen in. Wanneer wij ons doel willen bereiken in dit leven, moeten we blijven communiceren. En ik was verrast toen de Heer zei tegen mij, dat zei hij tegen mij, dat Steven, ken je die tekst van Deuteronomium 6? Als ik bezig ben met de Israëlieten, en ik heb gezegd tegen hun, ze moeten blijven communiceren met hun kinderen, als ze willen hebben dat hun kinderen het doel van hun leven zullen bereiken. Ik dacht, jij kent die tekst. Ga met mij naar Deuteronomium 6, vanaf vers 5. Deuteronomium 6, vanaf vers 5. Gij zult de Heere uw God lief hebben. Met geheel uw hart. En met geheel uw ziel. En met geheel uw kracht. Hier is bezig de profeet Mozes. De mind, de gezindheid, de communicatie van God te brengen naar de mensheid. Want als ze luisteren naar die communicatie, de woorden van God, de boodschap van God, zullen ze komen in hun purpose. Ga door, 6. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. Wat ik gecommuniceerd heb, moet je in je hart bewaren. Ga door. Gij zult het uw kinderen, wat doen? Inprenten. Eigenlijk ben je zeker dat de begrijping. En daarover spreken. Dus niet alleen spreken, maar hij gebruikt eerst het woord inprenten. Dat betekent, je moet het herhalen. Daarom hoor u mij elke dag, elke dienst zeggen, het beste van uw leven is nooit en ten nimmer achter u. Maar het beste van uw leven is altijd voor u. Je best is yet to come. Waarom? Omdat ik weet dat God altijd u naar een hogere plaats wil brengen. God heeft altijd iets beters voor u. Op financieel gebied, op maatschappelijk gebied, in relatiesfeer. If a huwelijk voor jou is struggle, kan een charit op ultra level. If you good up in je financiën, kan een charit op ultra level. Als je business niet gaat, God wil naar een andere level. Hij gaat van kracht tot kracht. Van glorie. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Van overwinning op overwinning. Van geloof tot geloof. Van rijkdom tot rijkdom. Van eer tot eer. God blijft nooit stationair. God gaat van groei naar groei naar groei naar groei. Totdat je bent zoals hem. Kunnen we hem daarvoor een applaus geven? Dus God blijft communiceren. Want wanneer je blijft communiceren, ga je de persoon helpen om in zijn purpose te komen. Word nu moe om te communiceren. Dus God doet dat, waarom zouden wij het niet blijven doen met onze kinderen? Waarom zouden we niet in het gezin niet met elkaar blijven praten? Waarom zouden we niet met onze buren en onze vrienden blijven praten? Blijf communiceren. Hij zegt, gij zult het uw kinderen inprenten. En daarover spreken. En kijk, en dat middel op voegadotte. Kijk wat hij gaat zeggen. Wanneer jij in uw huis zit. Wanneer jij onderweg zijt. Wanneer jij nederligt. En wanneer jij opstaat. Met andere woorden, anytime dat je kan praten met iemand, kan je die persoon helpen naar hun purpose. Ik ga weer herhalen wat ik voor u gelezen heb. Weer herhalen, ik wil dat u het begrijpt. Communication is the lifeline of relationship. Any relationship. Without it, the relationship will starve to its death. Laat me het weer vertalen. Communicatie naar adem, naar benzine, naar water. Noem het hoe je het wil, naar Surinaamse vormen. Van een relatie, naar bloed. Het moment dat je die communicatie stopt, is die relatie gedoemd te sterven. Dat was mijn eerste tangami. Wie is mijn archip tangami? Wie is mijn editrang tangami? Wie is mijn moeilijk you tangami? Wie is mijn horiaspotu tangami? Zie je? Wat gebeurt er? Wie is eerlijk van dat? Die takken ons maar een tijdje, zei je doe, je takket. Libera, mek afrek, mek libeng.
Ik zelf word moe om soms met sommige mensen te praten. Maar vanaf vorige week heeft God mij gezegd, je moet blijven praten. Je praat tot het einde. Als zij niet willen horen, is jouw bloed niet aan hun, hun bloed niet aan je vinger. Sekwans man, hij zei, tak tanta kan hij pching. Tanta kan hij masra. Tanta kan hij gramping. Tanta kan hij mati. Kom op, sekwans man, hij zei, power as ba. Tak blijf praten, blijf praten, blijf communiceren. Kom op, tap power. No stop, no stop. Tak kan ding. Amen. De mensen daar boven ook. Blijf communiceren. Bent u daar? Mag ik u horen daarboven? Communiceren, dat betekent je respons. Bent u daarboven? Angelikino Antakami, bent u daarboven? Oké, nu wil u met mij communiceren. Zie, u moet blijven communiceren. Iemand heeft me verleden uitgelegd en zei, luister, als je die visie van je bedrijf, van je kerk, je organisatie, van je familie, wil laten, volledig wil laten uitkomen, weet je wat je moet doen? Je moet zoveel momenten creëren dat je praat met alle linies. Je praat met de top, je praat met de middengroep, je praat met de onderste groep. Hij zegt nog zo, want als jij als visionair, Arkibong, niet blijf communiceren, je tak nog maar een visma en je denkt dat ding, oh tak een asma. Adeisa den bij je tak want tras aan de heer San Fibos. Laat me een voorbeeld geven, Bijbels. Tot wie sprak Jezus het meest? Tot zijn discipelen. Maar sprak hij ook tot het volk? Absoluut. Sprak hij ook tot de fariseers? Absoluut. Dus Jezus toont ons, als je je purpose wil bereiken en je doel wil bereiken voor je bedrijf, kerk, je gezin, moet je met iedereen praten die involved is. Weet dat een mooi woord? Alle actoren moet je steeds een herhaling geven van je missie en je visie, laat me het zo uitdrukken. Je moet ze steeds blijven uitleggen, dit is het purpose, dit is het doel. We zijn, noem maar op, een woman business groep. Het doel is om jonge vrouwen te helpen om te gaan in die ondernemingssector. Om te gaan produceren. Niet voor de lange anuji, lanti palanti. Zie je? Dan ga je steeds moeten gaan. Actoren. Wie zijn de mensen die het nodig hebben? Jonge studenten. Je training. Mensen in het binnenland. Je training. Mensen, een ouder gezinnen. Je training. Want het doel, men noem maar op woman business group, omdat toevallig misab, Jesus had dit doen. Het doel is maar één doel. Brengen van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid. En dat doet God met ons. Daarom is donje alle zonde. Daarom is donje alle dinsdag. Daarom is donje alle vrijdag. Maar wat God mij gezegd heeft. Weet je, Steven. Wat Satan gedaan heeft. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik blijf communiceren. Want dat kan hij niet stoppen. Want ik ben God. Maar mijn kinderen stoppen om te communiceren. Wij noemen het met een mooi woord. Gebed. We communiceren niet meer. We bidden niet meer. Als je niet bidt, kan je doel niet bereiken. Als je hart niet uitstort bij God. Als je niet klaagt bij God. En terwijl ik naar hier reed, zeg God, wat zijn de langste boeken in de Bijbel? Ik zeg, Psalm is sowieso één. Zijn de psalmen meer bemoedigen of zijn de psalmen meer bezig de klachten en de toestanden van David uit te leggen van de mensheid. Is het boek Klaagliederen om te bemoedigen of is het om te klagen? Laat niemand u zeggen dat u niet kan gaan klagen bij God. God heeft liever dat u komt klagen dan dat u stil bent. God wil dat u blijft communiceren met hem. Wij noemen het, u blijft bidden. Omdat zolang u blijft praten met God, u blijft communiceren met God, zal je komen tot jouw doel.
Je zal komen tot jouw purpose. Je zal komen tot het plan dat God voor jou klaargemaakt heeft. Het maakt niet uit hoe je voelt. Good, bad, for where they blijf praten. Wie is naar jammen? Wie is naar 5 minuten? Wie is naar 1 minuut? Wie is naar 2 minuten? Blijf praten met God. Zolang je blijft praten met God, zal God antwoorden. Hij zegt, roep mij aan. En ik zal u antwoorden. En ik zal u ondoorgrondelijke dingen tonen. Dingen waarvan u niet weet. Het plan van uw leven kan alleen vervuld worden. Wanneer u blijft communiceren. Niet met apostel alleen. Niet met je man alleen. Niet met je vrouw alleen. Niet met je kinderen alleen. Maar met de hoogste schepper. De creator van de hemel en aarde. Degene die het plan voor jou heeft klaargemaakt. Degene die het doel voor jou heeft klaargemaakt. Degene die weet dat je erdoor zal komen. Degene die jou gemaakt heeft voor de grondlegging der wereld. Het enige wat je moet doen, blijven communiceren. Blijven bidden. Ja, soms gaat je niet altijd goed kunnen communiceren. Maar zolang hij je tantakke, gaat God antwoorden. Laat niemand je iets zeggen. Blijf communiceren. Wie is in een matakmoro? Kon naar kerkie. Don't you know, en dat Heer, ik heb u nodig. En de Heer zal u helpen. Weet u wat God mij gezegd heeft? Hij heeft gezegd, je hebt de training gegeven verleden toch? Leg dit maar uit van de communicatie. En miskreek je er. Want God tekent aan heeft grond tapu nou. Dat oudjaren komt in woord toe. Hij moet goed luisteren. En ik heb een paar mooie teksten daar voor je. God zegt tegen mij. En de mensen die de PowerPoint van me gehad hebben, de leiders. Hij zegt, wanneer je communiceert met woorden. Heb jij zelf geschreven. Mensen hebben het onderzocht. De mensen horen maar 7%. Die woorden die je zegt. 7%. Als je een goede tonnage gebruikt. Dat want takkie. A vast van je charing. Dan begrepen, in percentage omgedrukt. Begrijpt men het 13%. Dat look a shock no. Wat misschien heeft Gelukasani, biggie man onderzoeken. Hij zegt, maar wanneer je body language goed is, dan is dat 80% dat de mensen verstaan wat je gezegd hebt. Met dat keer, talk with me. Hij zegt, gebruik het woord body language als te zijn, je acties. Moet je die gaan prezen. God heeft gesproken. In woorden, in tonnage. Maar het moment God door body language, actie, gedemonstreerd heeft wie hij is. Dat is mijn verstand direct. They gotta do a wonder. Dat is mijn verstand direct. They gotta do a doorbraak. Dat is mijn verstand direct. Laat me het brengen in Bijbelse termen. Paulus zegt, als er geen opstanding is. Dat zijn we allemaal jammerlijke christen. Alles wat we in woorden hebben uitgedrukt, in tonnage hebben uitgedrukt, is niks. Maar doordat Jezus Christus is opgestaan, body language, actie, kunnen we zeggen het evangelie is waardig, het evangelie van God. Kunnen we zeggen, Jezus Christus alleen is God. Want hij alleen heeft getoond wat hij in woorden gezegd heeft. Wat hij welke tonnage ook heeft, heeft gebruikt. Aan het einde heeft hij het bewijs kunnen leveren door zijn acties. Ik wil iemand hier zeggen, wanneer God tot u gesproken heeft. Wanneer God u iets zegt. Als u werkelijk gelooft wat God gezegd heeft. Als je begint te wandelen in dat geloof. Zal je zien dat terwijl je bezig bent in te wandelen in geloof. God u tegemoet zal komen. En acties zal doen plaatsvinden in je leven. Acties kan je noemen wonderen. Acties kan je noemen tekenen. Acties kan je noemen resultaten. Laat me het uitleggen. Nu in kerkvorm nog goed. De mensen die geen tiende zetten. Woorden. Wie is bij collega uit? Lieve mensen.
woorden en tonnage. Eigenlijk hebben we het geld niet echt nodig, maar toch wel. Maar God wil u zegenen. En omdat God u wil zegenen, heeft God de tiende ingesteld. En om eerlijk te zijn, de kerk wordt dus gesubsidieerd, maar uw tiende helpen het feit dat u comfortabel God kan dienen. Iedereen airco, mooi parkeerplaats, mooi gebouw, netjes alles, we kunnen mensen betalen. Dus die tiende helpen. Ja? Dus ook al zou ik dat zeggen, er gaat plaats iets vinden en je zegt, hé, hey, je heeft mooi gesproken. Maar er gaat niets gebeuren. Pas wanneer ik zou zeggen misschien, maar ik zeg dat niet alleen tegen u. Maar ik ben een man die elk jaar mijn tiende verhoogt met een aantal percentage. En u moet naar mijn leven kijken en u zult het resultaat zien. Dat praat over body language. Niet iets anders heeft mij gebracht waar ik ben, maar het feit dat ik God heb gehoorzaamd. Ik kan het bewijs leveren aan u. Hetzelfde heeft Jezus gedaan. Hij heeft gezegd, de woorden die ik gesproken heb zijn geest en leven. En terwijl hij die woorden sprak, heeft hij gezegd, hey, word genezen, pak je bed op, wandel. Jezus heeft door zijn acties, zijn body language, getoond wie hij is. Wat gebeurt er met ons in het christendom? We praten veel. We gebruiken misschien alle soort mooi tonnage. Maar onze acties spreken luider dan onze woorden. Waardoor niemand ons volgt. We nakshen. Waardoor we geen resultaten hebben. Je zegt tegen je kind, je moet naar de kerk gaan, maar kerk Juru Doro, je en ik afspraak, ik kom halen, we gaan naar Cola Creek vandaag. Maar je zegt naar Chica Kerk, maar je gaat Cola Creek. Ik noem maar iets. Begrijp je? Dus, wat we moeten gaan doen, is we moeten God zijn woorden gaan volgen. We moeten God zijn wijze van communicatie, laat me het zo noemen, gaan volgen. En we moeten ook gaan kijken, maar heeft hij het bewijs niet geleverd? En u zal zien dat hij het bewijs wel geleverd heeft. Wilt u uw purpose bereiken? Moet u God toestaan om te blijven communiceren met u? Maar in die communicatie moet u ook communiceren. In die communicatie moet u ook niet toelaten dat er ander soort communicatie komt. Want dat is het probleem. En laat me daarmee eindigen. Ga naar nummer 1325. Nummer 1325. En je moet goed kijken wat er gaat gebeuren. Na verloop van 40 dagen. We praten over de verspieder. Keerde zij terug van het verspieden van het land. 26. Zij gingen op weg en kwamen tot Mozes, de man Gods. Aaron, de priesterschot, en de gehele vergadering, in deze tijd zouden we zeggen, de gemeente der Israëlieten in Kadesh, in de woestijn Paran, en brachten hun en de gehele vergadering bericht, en toonden hun de vrucht van het land. God zegt ze, ga, is een land van melk en honing. God communiceert. God heeft goed gecommuniceerd. Ze handelen, ze komen met het resultaat, zoals God gesproken heeft. Tangadrape Abung. Verder. Wij kwamen in het land waar hij ons gezonden heeft. En ja, het vloeit van melk en honing. Dit is het resultaat. Ze tonen de vrucht. Ga door. Het volk echter dat nu komt, een andere communicatie die we niet nodig hebben. Het volk echter dat in het land woont is sterk en de steden zijn ommuurd en zeer groot. En de kinderen van Ena zagen wij daar. God heeft nooit gesproken over dat volk. God heeft gesproken over het land, dat ik je het land ga geven. Ik heb het land al gegeven aan jou. Ga het bespieden en neem het in bezit. Wist God niet dat de Enakieten daar waren, de reuzen waren? Absoluut. Dus zij gaan nu God zijn plan en doel door communicatie bagatelliseren en hun eigen communicatie plaatsen, wat vele mensen doen. Je ook al leg een man of een vrouw of een tje uit van je wanneer, terwijl je niet leg je uit van God. Ga door. A
Amalek woont in de zuiderlanden, Hittiten, Jesubiciten, Amorieten wonen in het berg, de Kanaïten aan de zee en aan de oever van de Jordaan. Ga door. Daarop trachtte Caleb, iemand die wel zal komen in zijn purpose. Maar dat moet ik je ook uitleggen. Al de andere mensen, doordat ze God zijn, communicatie gebagatelliseerd hebben, aan de kant gezet hebben, krachteloos hebben gemaakt, zijn geen van ze in hun doel gekomen. Wat wij ook vaak doen. Maar Caleb bracht het volk te bedaren te brengen tegenover me en zei, laat ons gerust optrekken. En het in bezit nemen, want wij zullen het zeker kunnen vermeesteren. Hij sprak God zijn woord. Hij communiceerde als God, want dat had God gezegd. Ga door. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden, wij zullen tegen dat volk niet kunnen, want het is sterker dan wij. 32. Ook verspreiden zij onder de Israëlieten een kwaad gerucht of een miscommunicatie, slechte communicatie. Omdat het land dat zij verspreid hadden, door te zeggen het land dat wij doorgetrokken om te verspreiden, is het land dat zijn inwoners verslind. Ze maken het nog erger. En alle mensen die wij daar zagen waren de mannen van grote lengte. En 33. Volgende. Ook zagen we daar reuzen in Akita die tot die reuzen behoren. En wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en in hun ogen. Wat is er gaan gebeuren? Wat God gecommuniceerd heeft, hebben ze aan de kant gezegd. En ze begonnen hun eigen ervaringen te communiceren. Laat me een voorbeeld geven. God heeft gezegd, ik ben uw heelmeester. Maar u gaat zeggen, de dokter heeft gezegd, ik heb een ongeneeslijke ziekte. Wat communiceert u? U communiceert niet wat God gezegd heeft. U communiceert wat u wilt hebben. Ga je genezen worden? Never, nooit. Kom je in je doel? Never, nooit. Weet u wat er is gaan gebeuren bij deze vorm van communicatie onderling? Geen van de mensen daar, zelf Mozes en Aaron, hebben het beloofde land gezien. Alleen Joshua en Caleb, de twee andere verspieders. Wat deden zij? Zij communiceerden het doel, het plan, de woorden van God. Mensen, ik ben bijna gekomen aan mijn einde. Laat me het zo zeggen, zoals dat mijn stijl is. Wat is dagelijks in uw hoofd? Wat is dagelijks in uw cabeza? Wat is dagelijks in uw tong? Die reuzen en die ekanieten, enakieten, die u gaan verslinden, moet ik ze voor u noemen. Koers 7,5. Ja, moet ik het voor u noemen? Benzine, prijzen verhoog. Moet ik voor u noemen? U kan geen woning vinden. Moet ik het voor u noemen? De problemen van uw kinderen. Moet ik nog meer voor u noemen? Salaris is niet toereikend. Moet ik nog meer voor u noemen? En zo communiceren we deze dingen in ons hoofd. Gaan we ons doel bereiken? Never, nooit. Omdat u niet daarvoor bent gemaakt. U bent gemaakt om naar God te luisteren. Daarom heb ik u gesmeekt om te blijven communiceren met God. God, wat zegt u? Nu zegt de zwakke, ik ben sterk. En de arme, ik ben rijk. Dat zegt God. De zwakke zeggen, ik ben een held. En de arme zeggen, ik ben rijk. Wat is uw omstandigheid? In de maar bij niet eens zo'n fiets. Wat communiceert uw omstandigheid? In de maar bij een fiets. Je pina. Maar is dat zo? Nee. Feitelijk is het wel zo, maar wat heeft de hemel gezegd? Wat heeft de God die jou gemaakt heeft, die jou hier op aarde geplaatst heeft, die een plan en een doel heeft met jou, jou gezegd? Wat heeft hij jou gezegd? Huh? Je bent rijk. Wat heeft hij je gezegd? Hij die in jou is, is meer dan hij die in jou is. Wat heeft hij jou gezegd? In dit alles, armoede, ziekte, noem maar op, ben je meer dan overwinnen. Wat zegt u? Wat communiceert u? Ik weiger. Ik weet niet van u.
Ik weiger. En Heer, moet me helpen. Om de situatie van dit land Suriname. Om de schuld te blijven geven aan één persoon. Het land is niet van een persoon. Het land is nog steeds van God. En wanneer God zijn kinderen gaan beginnen te communiceren over dit land, zoals God wil dat we communiceren over landen waar Hij ons heeft doen geboren worden. Een van de dingen heeft God gezegd van ons, dat als wij blijven communiceren, dat betekent we luisteren naar Hem, we doen wat Hij zegt, wat communiceren is een heel pakket. Misschien moet ik er nog een week over gaan. Heeft ook te maken dat, hoe merk je dat er gecommuniceerd is? Dat wanneer je gesproken heeft en de persoon het verstaan heeft en het heeft uitgevoerd overeenkomstig hoe het gesproken is. Laat me een voorbeeld geven. Flexi mama van Odo. Een voorbeeld. Geef me een hand, een flexi man. Oké, broeder, blijf daar. Ik ga communiceren. Kunt u lopen naar daar? Je moet luisteren. Een beetje wakker, dan moet je bestraffen. Ja toch, want dan ben je niet bezig te communiceren. Wat hebben we gezegd, communiceren? Je moet eerst verstaan. Kunt u lopen naar daar? Kunt u een van deze dingen pakken voor me? En naar me toe brengen. Lopen naar daar, bij broeder Munsla, pakken. Ik heb gecommuniceerd. Nu gaan we kijken, als hij verstand heeft, als hij gaat uitvoeren. Ik wil je gewoon een voorbeeld geven. Dankjewel. Kunt u het weer nemen en terugbrengen? Goed zo. Dat is communicatie. Ja, ja. Dat is communicatie. Wanneer het geen communicatie is, dan ga je hetzelfde doen, maar dan breng je het voor pastor. Je komt dit halen. Maar de opdracht is, je moet het voor mij brengen, maar dan breng het voor iemand achterin. Laat de mensen zien, of breng het voor iemand daar in die hoek. Dit is geen communicatie, hij moest het voor mij brengen. Hij geeft het aan iemand anders. Oké, geef het aan die broeder en die brengt het weer naar iemand anders. Voor helemaal. Zie je? Dat is wat er pas vaak gebeurt. Die was bij Eva Bagasse. Gewoon voor de video. Dat ik een video kan volgen. Wat is dit? Is geen communicatie. Is halve communicatie. Die man heeft niet begrepen. Hij heeft wel het genomen bij mij. Maar heeft niet begrepen dat hij het moest brengen terug naar mij. Met andere woorden. Aan Bim Tjaren go drapen. Dat Bim Tjaren kon terugbakken. Dat is wat ons. Wij zeggen wat wij willen. We zeggen niet wat God wil. Kom maar, geef die broers een applaus. En wat is het probleem? Het probleem is, we luisteren graag naar wat politieke leiders zeggen, naar wat kranten zeggen. Kom elkaar nog een krant nemen, of nog een man, kom, tjara, een gemeente die is voor het gerecht. We luisteren graag naar mensen die niet eens weten wat Gods doel en plan is voor ons leven, zeggen. En we luisteren niet wat de Bijbel zegt. We luisteren niet wat de profeten van God zeggen. Daarom is Suriname in problemen. Daarom voelt u het even keihard dan de men. Maar heb je nou een viering? Je wil toch komen in je purpose. Je wil, weet je wat de Bijbel zegt? Wij zullen hongersnood uitlachen. Dat staat geschreven. De Bijbel zegt, if one pina ding wa kondre de chief God o de toch gezegend. Ik weet dat jullie van die religieuze teksten houden. In Psalm 1 staat geschreven, al wat je zal ondernemen, wat gaat gebeuren? Het zal gelukken, want dat ik weet hier altijd. Maar je moet één ding doen. Ik moet tekenen, want tekst zei Sabi, hef mijn ogen op naar de bergen.
van waar mijn hulp komen zal. Met andere woorden, je moet communiceren met God. Mijn hulp zal komen van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En kijk, hij zegt, hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Zet het voor ze daar. Zie, de bewaarder van Israël sluimert nog slaap. De Heere zal uw schaduw zijn aan uw rechterhand. De zon zal u desdaag niet steken, nog desnaags. Hij zal uw voet bewaren. Ik deel ik David ook toe voor communiceren. Shagado etaki, Psalm 23. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden. Hij voert mij, hij verkwikt, hij leidt mij in de rechte sporen om zijn naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Wasmataki, gij zalf. Come on, body language. Gij zalf mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, hele goede dieren, hij zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. Waarom? Ik zal in het huis des Heren verblijven. Tot in lengte van dagen. Kom maar, laten we de Heer en David het applaus geven.